Wat is academisch taalgebruik? Je zal zeker de neiging hebben om de zaken moeilijk uit te leggen. Het is nogthans een heel eenvoudig trucje om dat een beetje tegen te gaan. Schrijf een gedachte neer, leg nu gewoon uit wat er staat en herschrijf de zin. Zeker wat de inleiding en het besluit betreft, doe je er goed aan om de inhoud aan een familielid, vriend of vriendin uit te leggen en is dan ook precies hoe je dat het beste uitschrijft. Alhoewel, de academische taal is precies en sober. Je zegt dus steeds en precies waarop het staat. Niets van, ik denk te kunnen aantonen dat eventueel, nee. Je schrijft in termen van, we hebben vastgesteld dat, ik besluit dat, en zo verder. Uiteraard, als het slechts jouw mening is, dan schrijf je dat ook. Bijvoorbeeld, toch ben ik ervan overtuigd dat. Maar, vanzelfsprekend moet je dat beperken. Het is de bedoeling dat al je uitspraken onderbouwd zijn door facetten van je onderzoek of referenties naar bronnen. Sobere taal betekent niet dat het saai moet zijn. Varieer je woordkeuze, gebruik synoniemen en vermijd frequent gebruik van woorden als maken en doen. Je mag passieve zinnen gebruiken, dat zijn dus uitdrukkingen met woorden, maar probeer dat toch te beperken. Maak ook mooie, begrijpelijke volzinnen. Groepeer die in alinea's, dat zijn groepjes van 3 tot 20 lijnen, maar hou het leesbaar. Niet te veel bijzinnen dus, en ook geen losse zinnen. Tevens kan je ook leestekens inschakelen, zoals dubbelpunt en puntkomma. Respecteer wel de regels daarvoor. Voor meer informatie kun je kijken naar taaluniversum of taaladvies. Je moet gewoon deze twee woordjes eens intikken in je browser en je komt er makkelijk op. Respecteer natuurlijk ook de spellingsregels van het Nederlands. Je kan ook naar woordenlijst.org gaan. En ik doe dat ook meermaals als ik aan het schrijven ben. NDT-fouten. Ach, daar is zoveel om te doen. Het heeft vaak te maken met te snel dingen intikken of neer te pennen. Je hersenen gaan dan voor de vorm die het vaakst voorkomt. Word, W-O-R-D-T, met DT dus. En dan schrijf je ik word met DT. Als je dan dat te snel gaat nalezen, dan zie je die DT-fout ook niet staan. Dus wat is de oplossing? Wel, met werkwoordsvormen bewust omgaan. Als je schrijft ik word, dan moet je al beginnen nadenken. De regels zijn echt niet moeilijk. En als door iemand anders laten nalezen, dat helpt ook. Doe het zeker, want zelf kijk je al te gemakkelijk over je eigen fouten heen. Ah ja, en schrijf ook niets neer dat je zelf niet te volop begrijpt. Je moet alles kunnen uitleggen wat je hebt neergeschreven.